Hey Giel! Hallo Mick, waar zijn we? Ja, dit is een Minecraft versie die ik speciaal voor jou heb laten maken. Hoe bedoel je speciaal voor mij? Ja, ik heb contact opgenomen met iemand. Ik zei, mijn vriend Giel, die kan niet zo goed Minecraft. En hij heeft een speciale versie voor jou gemaakt. Hoezo een speciale versie? Wat bedoel je? Ja, nee, kijk, bijvoorbeeld ga maar eens even lekker zwemmen. Ga maar eens even lekker zwemmen. Kijk, dat gaat... Yo, ik ga super snel. Wat gebeurt ja, hier? Ja, je kan super snel zwemmen. En eigenlijk is alles in deze Minecraft gewoon echt heel erg makkelijk. Okay. Maar dit heb ik speciaal voor jou gedaan, Giel. Want jij bent natuurlijk enorm noob. Noob? Nee, ik ben niet noob. Jij bent noob, Mick. Dit is niet grappig. Ik vind het heel hilarisch. In ieder geval, vandaag gaan we proberen Minecraft uit te spelen in noob-modus. Was dat cool, Giel? Was dat cool? Vond je dat cool? Ja. Oké, dankjewel. Oké, maar eerst moeten we eigenlijk, zoals elke versie van Minecraft, even een boom gaan hakken. Dus ja, we gaan gewoon een boom hakken. We moeten natuurlijk wel tools maken. Zal ik meehelpen met het hakken van de boom? Of jij mag je eigen boom gaan hakken natuurlijk. Jij mag... Nee, dit is mijn hout. Ik heb al het hout. Zie je, daar ben jij noob. Okay, maar hout hakken is niet makkelijker dan in normaal Minecraft. Nee. Maar elke noob kan Minecraft kan hout hakken, laten we wel eerlijk zijn. Ik maak wel de crafting table voor jou. Kijk eens aan. Ik had er al één gemaakt. Maar weet je dat ik altijd de crafting table maak? Nee, dat is helemaal niet waar. En laten we allebei een zwaard maken. Ik maak in ieder geval een zwaard. Want we gaan nu het eerste zien, of eigenlijk het tweede alweer, wat er anders is in deze Minecraft versie. Lukt het, Giel? Een zwaard maak je met een stick en twee hout. Ja. Ik wil gelijk een pickaxe. Oké. Nou, laten we een kipje gaan zoeken. Kijk, hier hebben we een leuke kip. Kip, deze kip maar eens, dan komt er weer een nieuwe. Kijk, bakken vlees. Onbeperkt eten. Let's go. Ik wil ook mijn eigen kip. En het is al gebakken, zeg maar. Dus dat is helemaal top. Dus kijk, als we nu even deze kip heel veel eten kan dragen. Nee, Giel, je hebt altijd heel veel eten. En dan heb je heel veel eten. En dan is het ook niet goed. Mijn zwaard is gewoon bijna op. Ik heb een halve stek kip. Ja. Dit is wel genoeg. Ja, precies. Nee, dat is de voordeel aan Minecraft Noob Modus. Oké, laten we. Jij hebt trouwens al een pickaxe gemaakt. Hè? Jij loopt alweer voor op de zaken. Ja. Tuurlijk heb ik al een pickaxe gemaakt, Mick. Heb jij nog steeds geen pickaxe? Nee, ik ga ook even pickaxe maken. Laten we gewoon even hier wat steen hakken, ja? Maar daar is een hele berg. Laten we hier even steen hakken, zodat we een stenen pickaxe hebben. Als een echte pro natuurlijk. Kijk, hierop. Als een echte pro. Mick, we spelen noob mode. Ja. Hoe durf je te zeggen dat je echt een pro bent? Omdat je hier in Minecraft noob modus ben je nu Minecraft pro. Ik zou... Nee. Jawel, jij bent nu een keer pro, aangezien dit... Daar geloof ik dus helemaal niks van. Jawel, oké. Jij bent zelfs in Minecraft noob modus een noob. Is dat wat je wilt zeggen, Giel? Nee, helemaal niet. Ik zou niet durven. Oké. Nou, in ieder geval, ik heb nu 5 steen. Hopsakee. En ik ga daar ook even weer een pickaxe en een zwaar van maken. Want je weet maar nooit hoe gevaarlijk het kan worden, hè? Nee, dat is Weet je, we spelen wel echt heel... Het is heel moeilijk, deze Minecraft. Dus we moeten wel een zwaard hebben. Oh, 100%. Waar ben je eigenlijk? Jij bent alweer de weg kwijt, zeker? Nee. Ik ben niet de weg kwijt, Mick. Dat snap je toch zelf ook wel? Okay. Ik ben pro in een noobwereld. Oké. Nou, ik regel nog wat kip. Hoppakee, let's go! Hatsa! Nee, ik vind het wel een beetje zielig wat je nu allemaal doet. Maar die kippen, die worden weer gerespawned. Ja, maar die kippen, die hebben ook een leven, Mick. Nou, oké. Nou, heb je nu steen? Ja. Ik maak ook gelijk even een mooie pickaxe erbij. Hoppakee! Nou, toppie. Oké, nou, wat gaan we nu doen, Giel? Wat wil jij gaan doen? Nou, als we echt de Ender Dragon moeten verslaan vandaag om Minecraft uit te spelen, moeten we wel een beetje sterk zijn. En ik dacht net daar zo bij die berg iets van Arwen ontdekt te hebben of zo. Ik weet niet of ik het zeker weten zag, maar ik dacht van dat is misschien een goed idee. Nou, laten we naar de bergen toe gaan, weet je. We gaan gewoon even minen. Ik neem aan dat in Minecraft Noob Modus, Giel, dat heel makkelijk is om natuurlijk diamonds en allemaal dat soort dingen te vinden. Anders zou ik dat ik het verkeerd gezien heb. Ik heb hier geen iron. Nee, dit is geen iron, Giel. Dit is geen iron. We kunnen gewoon verder gaan kijken. Waarschijnlijk is ergens wel wat iron of diamonds. Dat moet toch haast wel? Ja, dat moet ook inderdaad. Oké, Giel, laten we gewoon gaan lopen. Want er moeten ergens gewoon makkelijk diamonds te vinden zijn. We hoeven toch niet te minen in noob modus? Jawel, natuurlijk moeten we minen. We moeten een cave vinden en dan naar beneden gaan. Nee, dat is moeilijk Minecraft. Kijk, hier bijvoorbeeld diamonds, hier alles. Ja. Superveel diamonds, kijk dan hier. Oké, kijk, dit is precies wat ik bedoel. Zo zie ik Minecraft noob modus voor. Minen is gewoon overrated. Hoppakee. Ja, dat is waar. Waarom zou je minen? Hoppakee. En natuurlijk ook wat iron. Die heb jij natuurlijk hier al gepakt. Je hebt al hier al mee gesnoept. Jeetje, man. Maar waarom zou jij... Hak jij nou letterlijk de diamonds met een stenen pickaxe? Nee, dat doe ik toch niet?
Ik kan wel even testen trouwens of het kan. Zal ik het proberen? Nee, dat is zonde van de diamonds. Nee, maar ben je echt een noob als je dat misschien doet. Misschien kan het, misschien kan niet. Waarom kan dit niet in Minecraft noob modus? Dat is toch het hele ding? Ik heb geen idee waarom dat niet kan. Ik gooi hier ook even wat iron in. Oh nee. Hé, dit soort... Oh nee, een phantom. Die gaat nou dood. Oh, dat is wel heel erg chill. Het wordt gewoon gelijk dag. Dat is noob mode. Ja, het wordt gewoon gelijk dag. Dat is noob modus. Ja, het is hier maar 2 seconden nacht. Ja, precies. Nee, dat is wel chill. Dat is oprecht heel erg chill. Ik hou van deze Minecraft. Dat zou eigenlijk altijd zo moeten zijn. Ja, ik haat de nacht in Minecraft. Ja, precies. Ik ook. En er staat hier ook een hele leuke lama. Die is hier ook gewoon. Misschien is er een lama waar diamonds zijn. Dat zou ook wel grappig zijn. In ieder geval... Een lama die diamonds geeft. Een lama die diamonds geeft. Ik heb in ieder geval een iron pickaxe. Dus ik ga even die diamonds hakken. Let's go! Hopsakee. Ik wil ook een iron pickaxe. Waarom heb je al die iron gepakt? Die was van mij, Mick. Nee, ik heb er zelf ook iron in gestopt. Hoppakee. Ja, maar ik heb de kool erin gedaan. Ik heb al 6 diamonds. Jij hebt ook kool erin gedaan, zie je. Ja, ik heb ook kool erin gedaan, Giel. Hoppakee. Vooruit dan maar. Vooruit dan. Kijk, als je een pro bent, dan let je gewoon heel goed op. Maar Giel, we gaan vandaag dus de Ender Dragon verslaan, hè? Dit is Minecraft noob modus. Dus waarschijnlijk wordt het niet zo heel moeilijk. Tenzij je noob bent. Dus als dit moeilijk voor ons wordt, dan zijn we eigenlijk gewoon noob. Mick, we zijn sowieso noob. Nee. We gaan dit gewoon klaren als pro's. Weet je wel? Eigenlijk had ik deze video met de pro-speler moeten doen. Ik weet niet waarom ik dit met jou doe, maar... Je had het eerder met de noob-speler moeten doen, denk ik. Nee, dan was het gewoon Minecraft. Oké, er komt hier... Wat? Er is hier een creeper en hij ontploft en er komt allemaal confetti? Wat? Oké, dat was heel grappig. Creepers kunnen je niet killen hier blijkbaar. Oh nee. Oké. Ik heb 28 iron, of diamonds, dus ik... 28? Ja, ik denk wel dat dat wel genoeg is voor de volledig diamond setje. Hopsakee, ja, kijk eens ook. Aan. Misschien ook een setje voor Giel? Nee, dat niet. Ik kan wel schoenen voor je maken hier, alsjeblieft. Hopsakee. Zo dat niet. Ik heb schoenen voor je gemaakt, daar waren al mijn diamonds. Ja. Oké, het wordt trouwens weer nacht. Dat betekent toch dat het dadelijk weer in één keer dag wordt, als het goed is? Ik weet het niet. Ik hoop het in ieder geval. Oké. Oh, ja, het is alweer dag. Ben jij ook bezig met je diamond setje? Ja. Ik moet eventjes nog wat stokjes maken. Oh, Giel. Oh, jij bent natuurlijk ook een diamond zwaard aan het maken. Oh, dat... Tuurlijk. We moeten toch de Ender Dragon verslaan, Mick? Kan je ook een diamond zwaard voor mij maken? Want volgens mij heb je alles... Ja, maar jij hebt veel armor. Ja, ik heb jou toch ook armor gegeven? Ja, oké. Nou, hier zijn nog diamonds. Laat maar. Hoppakee. Nee. Ik heb al een zwaard voor je. Ik heb al een zwaard. Oké. Heb jij dan geen full armor? Heb jij geen full armor? Nee, ik heb geen full armor. Ik heb nog maar 1 diamond over. Oh, ik heb nog wat diamonds voor je. Wil je wat diamonds van mij? Alsjeblieft. Hier, heb je diamonds. Oh nee, wacht. Wacht, er komt volgens mij bliksem aan. Ik deed rechterbij schop met mijn diamond zwaard en... Wat? Dat meen je niet. Zal ik eens even kijken kan dat? Wat dit doet? Nee. Jij bent echt... Giel, ik weet niet wat er in die... Rechterbij schop, dan komt er toch iets in je beeld? Nee, bij mij niet. Ik weet niet wat er in die diamonds zitten van jou, maar... ik heb je trouwens wat diamonds gegeven. Oh, wat? Ik krijg nu wel een melding, ja. Ja, snap je. Ik ben ook niet gek. Oh, maar dat is met mijn linkermuisknop, niet met mijn rechter. Oh, ja, dat is mij verkeerd. Even kijken, alleen zie ik helemaal niks gebeuren. Ik ook niet. Okay. Ja, maar ik denk dat we wel goed voorbereid zijn nu. Giel, kom eens hierheen. Kom eens hier. Ja, okay. Moeten we meer kool hebben? Ik heb wat gehoord is dat lava helemaal niks bij je doet. Kijk eens. Lava heal activated. Oh, super chill. Ja, dit is Minecraft noob modus. Je kan gewoon in lava. Oké, Giel, ik denk dat het tijd is om straks de Ender Dragon te verslaan. Maar ik wil eerst met jou even kijken of we wat andere mobs kunnen killen. Want net kwam er bijvoorbeeld een creeper op mij af en dat zorgt ervoor een confetti-explosie. Dus wat gebeurt er bijvoorbeeld als we deze varken killen? Wat zou er gebeuren? Ik weet het niet. Komt er dan een nieuwe varken? Huh? Oké, dat gebeurt er dus blijkbaar. Oké, deze diamond sword is heel gevaarlijk. En wat de... Wat? Giel! Ik ga een geit killen. Let's go. Dat ging heel makkelijk. Ik ga er ook een killen. Let's go. En dan komt er een of andere onweer. En dan is hij dood. Oké, ik ben wel heel benieuwd, Giel, als we bijvoorbeeld iets van een mob killen. Misschien een spin of een zombie. Het wordt wel de... Een schaap. Wil jij een schaap killen? Kijk wat voor gezicht dit schaap heeft trouwens, Mick. Je moet hem nog niet killen. Kijk eerst naar zijn gezicht. Waarom gaat hij nou eten? Kom op, laat je... Dit is een noob schaap. Hoppa, let's go. Dat is gewoon een normaal schaap. Alleen een beetje een gek gezicht. Ja, we weten wat daarmee gebeurt. Giel. Weet je wat grappig is? Als je me slaat, sla mij eens. Dan, ik krijg wel damage, maar... Oh, laat maar zitten. Ik dacht
dacht dat het echt meteen terugkwam. Ik wil alleen zeggen, ik heb die gebakken kip, maar ik krijg gewoon geen honger, want het is noob mode. Ja, we hebben helemaal niks aan die kip. Nee, precies. Dus ja, nou in ieder geval... Hey, een varken met een zadel. Hey, die varken heeft ook een noob gezicht. Oh nee. Oké, dit zwaard maakt letterlijk van varkens monsters. Dat is niet handig. Ja, dit is niet handig. Dat is toch geen noob mode? Nee, dat vind ik nou ook. Oké, Giel, ik heb gehoord dat we niet eens een ender portaal hoeven te maken. Wat? Ja, blijkbaar zit hij letterlijk hier in de noob zijn huis. Dus, weet je. Oké, nou laten we maar gaan dan. Ja, blijkbaar is... dat de noob ons niet aanspreekt. Hallo noob, hier, ik sla je. Hoppakee. Je geeft mij bliksem. Ja, sorry, dat was per ongeluk. Hey, stop eens. Wat is dit? Nee, oh, laat maar. Dat is niks. Wel een dirt chest. Oh, nee. Wat? Je had gewoon dirt zwaard in en alles. Kijk dan. Een dirt zwaard? Zo. Als de noobspeler hier zou zijn, die zou echt heel blij worden. Zal ik eens even kijken wat er gebeurt als ik jou sla met een dirt zwaard? Dan krijg ik... Ik kan je niet slaan. Volgens mij kreeg ik... Nee, dit zwaard ga ik niet meer gebruiken. Dit zwaard is echt heel erg noob. Oké. Ja. Ergens hier moet zeg maar de enderportaal zijn, maar ik heb geen idee waar. Ja, misschien als we naar boven gaan. Hier is een trap. Ja, boven? Oké. Nou, ik ga mee. Ik volg jou. Ik volg jou gewoon. Ik ben heel erg benieuwd. Dit is trouwens echt een enorm huis Ik heb hem gevonden. Ja, maar trouwens, Giel, dit is echt een enorm huis van dirt. Is je dat al opgevallen? Ja, maar dat hebben toch alle noobs. Dat is zeker waar. Oké, nou laten we gewoon in de enderportaal springen en gewoon die ender dragon verslaan in noob-modus. Let's go. Oké, waar zijn we? Wat is dit? Wat is dit dan weer voor end? Dit ziet er zo raar uit. Er is gewoon een hele trap alvast gebouwd en... Dit meen je niet. Een baby Enderman. Waar? Doen die Endermans damage? Dat doet helemaal geen pijn. Ik weet wat daar gebeurde, maar ik heb hem gekillt. Waar? We kunnen... Waar? Kunnen we hier nou... We kunnen hier in, denk ik. Ja, zullen we hier gewoon eens ingaan of zo? Ik heb ook geen idee. Ik hak dit wel gewoon weg. Ja. Verdedig jij mij? Zo, oké. Ja, Nee, dat helpt niet. Giel, als je ervoor gaat staan. Ja, oké. Nou, ga jij maar minen, dan kill ik hier al die Endermans. Ja, volgens mij doen die Endermans helemaal niks, of wel? Ik weet het niet. Is hier überhaupt wel iets, of ben ik gewoon aan het hakken? Nee, je moet omhoog hakken, Mick. Dat zie je toch? Ik dacht dat er een of andere trap is. Er is een hele brug. Oké, maar ik heb nu wel heel veel blokken, dus ik kan ook gewoon omhoog bouwen en jou gewoon hier laten. Ja, dat is ook goeie. Ik ga hier gewoon omhoog bouwen. Jij hebt ook natuurlijk heel veel blokken. Ik heb er net gemined. Wat dacht je? Mij zomaar achterlaten? Hey Giel, ik zei toch dat ik deze Minecraft-versie speciaal voor jou gemaakt had? Ja. Ja, de paarse blokken bewijzen dat het echt zo is. Oh, nee, ik ben opgeblazen. Nee! Wat, ben je dood? Oh, ja. Giel, hoe kan... Dit is Minecraft noob mode. Ja, maar je moet wel uitkijken voor de... Hoe zeg je dat? Voor de endcrystals in ieder geval. Okay. Want die ontploffen als je ze kapot slaat. Ploffen die? Waarom ontploffen die? Het is Minecraft noob mode. Dat soort dingen moeten niet gebeuren. Okay, ik weet het ook niet, Mick. Zo, hallo Giel. Jij kan gewoon naar mij toe tappen. Oké. Ja, natuurlijk. Dat kan een Minecraft noob nou. Ah, opzakken. Oh, deze had je al kapot gemaakt. Dit is heel vervelend. Kan ik niet gewoon de Ender Dragon letterlijk... letterlijk doodslaan. Is het niet zo makkelijk dat je niet eens die dingen kapot hoeft te maken? Zal ik eens proberen? Misschien ook niet. Kijk, ik kan... Wow, dit gaat wel heel erg snel. Ja, als jij me gewoon helpt, dan is hij echt zo dood. Giel, hij vliegt ook niet eens. Nee, volgens mij, we hoeven... Als je een hoofd slaan, dan gaat het nog sneller. We hoeven niet eens die dingen kapot te maken. We kunnen ook gewoon... Oké, nou, dit is helemaal top dan. Ja, dit is Minecraft noob modus. We denken veel te moeilijk. Let's go! Ik vind... En nu moet je het ei kapot slaan. Bam. Een ei kapot... Wat ga je doen? Oh, ik daar. Ik ga ook nog een ei kapot slaan. Let's go! Hopsakee. Joepie. En nu springen we hierin. En hebben we Minecraft uitgespeeld. Ja, dit was Minecraft noob modus. Het was letterlijk zo makkelijk dat de Ender Dragon niet eens vloog. Wist je trouwens dat wij ook een noob speler hebben in onze survival serie? Dit is een video waar we verstoppertje spelen met de noob speler. Giel, ik, noob speler en de pro speler spelen verstoppertje tegen elkaar in deze video. En ik zeg je eerlijk, de noob is beter in verstoppen dan je zou denken. Dus klik even snel op deze video. Klik maar. Kom op. Klik. Klik je nou? Klik eens. Hallo, je hoort dit niet meer te zien omdat je op deze video hebt geklikt. Klik op deze video, hij is echt super leuk. En like en abonneer. En dan zeg ik, Mick out.